sta hier tussen twee mannen in en een enorme verzameling flessen bier. Dat komt omdat ik op het Maarders Biergenootschap ben. Een genootschap dat een aantal keren per jaar de geneugten van het bier proeven gaat uitproberen. Tenminste, zo is het volgens mij. Dat klopt, Ron? Ja, dat klopt. Niet alleen van het bier, maar ook van de bijbehorende hapjes. En hoe is dit een beetje ontstaan? Volgens mij ben jij een van degenen geweest die aan de wieg heeft gestaan van het Maïs Biergenootschap, zoals het officieel heet. Ja, klopt. We zagen dat er ontzettend veel vraag was naar speciaal bieren. Ook interesse was in speciaal bieren. En we hebben toen besloten om een clubje op te richten dat interesse heeft in bier. En dat is het Maïs Biergenootschap geworden, samen met Ton van der Maden van de Korenbeurs. En die dus voor de bijbehorende hapjes zorgt. En wij zorgen voor het bier. En steeds een andere brouwer die daar zijn medewerking aan wil verlenen. En vanavond is het de derde keer dat dit gaat gebeuren? Het is eigenlijk de derde keer. De eerste avond was de introavond. Vanuit die avond hebben we de leden eigenlijk hebben zich aangemeld. En het is officieel voor het Maïs Biergenootschap dus eigenlijk de tweede avond. Tweede avond. Ze krijgen er nog drie dit jaar. Dit jaar, maar het stopt niet na dit jaar, neem ik. Nee, dat weet ik zeker van niet. Dus. Want als ik het zo zie, ik zie nou de mensen binnenkomen, maar dan wordt het elke keer wel wat drukker. We hebben denk ik nu vanavond ongeveer 40 man. Dus. Dat is aanzienlijk, hè? Echte bierliefhebbers. Dan schakel ik over naar de andere kant. Ramses Snoei. Klopt, ja. Uit Wagenberg. Ik woon in Wagenberg, ja. Dus een plaatselijke brouwer, zullen we zeggen. Ja, de brouwerij staat net 50 meter buiten Wagenberg in Hoge Zwaluwe. In Hoge Zwaluwe, maar officieel. Jij bent vanavond hier vanwege het genootschap. Kom je proeven of kom je heel iets anders doen vanavond? Ik mag mijn bieren presenteren. En ik heb mogen meedenken over wat voor een food pairing. Dus met welke gerechten of hapjes, welke smaakbeleving er vandaag op tafel komt. Dus jij mag het niet proeven, jij moet het ons uit gaan leggen vanavond. Klopt dat? De bedoeling is dat ik mensen help het ontdekken van smaken en iedereen heeft de eigen smaak. Dus daar ga ik niet over. Ik weet wel wat over mijn eigen bier te vertellen. Ja. Nou, dan gaat dat volgens mij een hele leuke avond horen. Hij staat hier voor me. Hij staat de hele tijd te roepen, zullen we toch maar even een slokje nemen dan jongens vast. Als begin van deze avond. Het is altijd wel leuk om te weten wat je drinkt. Dit is een zuiglam, een lentebier, gebrouwen met spelt uit Maden. Kijk, dus echt helemaal alles plaatselijk, zelfs de spelt is. Zo veel mogelijk, ja. Nou, dan stel ik voor dat we hem gaan proeven. Proost. 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 Hij is lekker, kijkers. Ik zou jullie adviseren om deze in ieder geval aan te schaffen. Jongens, heel veel plezier vanavond en ik hoor nog veel van je. Dankjewel. Zuiglam. En het bier Zuiglam is een lentebier. Het bier is gemaakt met spelt uit Maden, een klein beetje spelt. En het is gemaakt met een single hop, Hallertauer Traditie, Hallertauer Tradition, ik weet niet hoe je dat op zijn Nederlands moet uitspreken. Dat is een oude hopsoort. Waarom heb ik die gekozen? Omdat ik vind dat een lentebier, net als een bokbier, maar ook als veel klassieke bieren, vergeten bieren die nu weer terugkomen. Daar moet je niet een Amerikaanse knallende hop bij doen. Dan moet je de basis, de mout, misschien de gist. Die smaak nog te zeggen over het vorige bier. Alle bieren die ik maak zijn single hop. Dus we gaan vandaag niet alleen op lokaal bieravontuur, maar ook op internationaal hopavontuur. Want er zijn Engelse hopsoorten, Nieuw-Zeelandse hopsoorten, Duitse rassen, Amerikaanse rassen. En ik vind dat zo'n mooie plant. Dus ik vind het fijn om die plant ook echt een hop uitgekozen. Dan heb je een beetje grassig, hooiige smaak. Die komt niet alleen van de spelt en de mout, maar ook echt van die hopsoort. Ik zit hier vlakbij met de brouwerij. De brouwerij is sinds november vorig jaar operationeel. Ik heb nu volgens mij 13, 14 bieren gebrouwen in de brouwerij daar. Ik brouw sinds 1990, denk ik.
het ook het idee is dat jullie zelf daar een eigen mening over vormen. Dus ik kan nu wel gaan vertellen van die tijger smaakt zo en dit en dat. Maar het gaat een beetje om de verrassing. Bier schenken, ruiken, misschien net als wijn even walsen, proeven. Eerste indruk met de geur, dan ook kijken koolzuur. Er zit straks ook een heel donker bier bij en dan denk je, oeh, dat wordt heel pittig. En dan ga je dat drinken en dan valt het eigenlijk best wel mee. Dus dat is ook wel grappig. Je kan ook op het verkeerde been gezet worden door te kijken. Zit er veel koolzuur in, zit er veel alcohol in, zit er veel aroma, zitten bijsmaken bij. Voor iedereen is dat anders. Ook wat je erbij eet is anders. Dus bier zonder de kaas, het bier na de kaas, dan heb je weer een hele andere smaakbeleving. Hoe de bieren na elkaar staan. Dus dat is bij wedstrijden altijd heel spannend. Als je het lekkerste bokbier van Nederland hebt, ja, dan is het ook maar een beetje mazzel voor wat of na wat je zit. Het derde bier eigenlijk. Het bier heet Notenkraker. Maar qua smaak wil ik even terugblikken op het vorige bier. Het vorige bier was Den Dorstige Tijger. Een India Pale Ale. En een India Pale Ale is een vrij snel bekend wordend biertype. Bier met meestal een krachtige Amerikaanse hop. En dan heb je vaak Amarillo of Centennial. Ik heb dit bier met Eldorado gemaakt. En Eldorado is een hopsoort die ook uit Noord-Amerika komt. En dat is een hopsoort die een beetje tropisch fruit. Dus ik hoop dat je dat dan ook herkent. Ik heb hem heel goed gedryhopt. En dat alles is toegankelijk. En nu blijkt dat bijvoorbeeld een kuitbier wel een bier is met hop. En dat de Engelsen niet helemaal snapten wat wij aan het doen waren. Maar wat ze wel goed door hadden, was dat heel veel Nederlandse brouwers gingen ook naar Engeland, dat ze dus met hop bier houdbaar konden maken voor een lange reis. En dat het aan het eind van de reis nog lekker was. En daarom hebben we ook met dat kaasje ook bedacht van we doen een kaas om de stek erin, want bijvoorbeeld kruidnagel is ook voor iets. En fenugreek is wel een kruid wat daarbij bij dat verhaal past.